de nieuwe weekreading. En deze week staat in het teken van je nuchtere verstand. Dat is heel erg prettig, want het is ook weer even grondend en stabiliserend. En even de balans terugbrengend. En even weer terug naar gewoon zijn en energie hebben. En even geen moeilijk gedoe. Daar gaat deze week over, daar weer terug naar komen. Omdat we best wel even wat wankelheid hebben gehad met de Leeuwenpoort van 8 augustus, met de volle maan, met een week die vorige week in teken stond van synchroniciteit, van het overzicht hebben van die rode draad in je leven zien. En nu hebben we dat nuchtere verstand wat echt zegt van, ja, maar is het allemaal wel zo? Klopt die spiritualiteit wel? Is het allemaal wel echt? En is het überhaupt wel zo belangrijk? Dit is zo lekker dat dat er weer mag zijn en laat dat stemmetje er ook zijn, want het bedoelt het niet negatief. Het brengt je even terug naar jij en wat jij in gelooft en wat jij belangrijk vindt. En je kan ontzettend goed geloven in het universum, maar dat wil niet zeggen dat je het altijd nodig hebt of dat je ermee bezig hoeft te zijn. Je kan het soms ook gewoon even loslaten in een fase waar je zit in je leven, om gewoon lekker je ding te doen en even lekker praktisch bezig te zijn. En dat brengt deze week weer terug. Dus ga dat niet vreemd vinden. Het is ook heel logisch als je daardoor gaat twijfelen aan het universum, aan de engelen, aan die spiritualiteit, aan mij, aan andere mensen die er wat over zeggen. Doe dat. Laat die twijfel er zijn. Die maakt je even scherp en alert en zuiver. Dat mag. Dat is goed. Moet je niet wegstoppen. Het helpt je juist. En dat is dus eigenlijk wat deze hele week gaat gebeuren. Dus heel kort en krachtig. En wat je dus ook gaat merken, is dat je deze week mensen ook tegenkomt die aan jou twijfelen. Dat je merkt dat jij mensen wat minder serieus neemt. Of dat je ze niet zo snel gelooft. Hou er zo. Als het maar niet te heftig wordt en je niet er opstandig door gaat worden. Een beetje door gaat schoppen. Want dat is niet fijn. Laat het iets nuchters blijven. Iets oordeelloos blijven. Wat je gewoon lekker voor jezelf houdt. En waar je zelf mee verder kunt. En laat de boel lekker de boel. Laat het op dat niveau blijven. En als je merkt dat je gaat lopen pushen, dan mag je even tot jezelf komen en vragen wat je aan het doen bent en wat je nou werkelijk wilt. En waarschijnlijk als je het gaat lopen schoppen deze week tegen anderen, en dat je toch een beetje gefrustreerd raakt, dan heb je te maken met een onverwerkte emotie uit het verleden die op deze manier je aandacht vraagt. De steen die je deze week daardoor kan helpen is de obsidiaan. Want de obsidiaan die houdt je gedachten rustig, waarbij de fluoriet ze helder maakt, schept de obsidiaan meer orde, meer helderheid, meer gebalanceerdheid. Dus je gedachten gaan niet alle kanten op. En de intensheid van je gedachten, dus hoe streng ze zijn, hoe heftig ze zijn, dat is ook gelijk niet zo heftig meer. Dat wordt wat milder. Dat brengt gewoon de balans in je hoofd terug en stopt ook het te heftige denken. Want dat nuchtere verstand kan ook doorslaan. En dat je te veel na gaat denken. Dat je gaat piekeren. En de obsidiaan helpt je om dat wat minder te doen. Ik ben een fan van de sneeuwvlok obsidiaan. Maar als jij een andere obsidiaan wil kiezen, dan mag dat natuurlijk ook. Dat gezegd hebben, dan wens ik jullie voor nu weer een hele fijne week toe.